is er nog allemaal. Helemaal. Ja, alles is weg, maar er is helemaal niks veranderd. Tenminste, niet echt iets. Alsof alles er onzichtbaar toch nog wel is. Zie je hem daar? Dit is mijn vader. En mijn vader die heeft hier gewerkt, hier op de soep. De soepbak afdeling hal 07. Zodat ik een heel klein jochie ben, kan ik me niet anders herinneren, maar dat hij hier werkt, op de soep. Net als zo'n beetje de helft van de vaders van de jongens uit mijn klas. Kijk, dit bijvoorbeeld hier, dat is de vader van Tony, die ruitjes. En hij met de blauwe strepen, dat is de vader van Twan. Dit is de vader van Jeroen. Kijk eens, wat de vader van Frits, handen op de druk. En dat is de vader van Alois. Dat zijn allemaal mannen van de soep. Ja, toen. En op de eerste zaterdag van september, dan mochten we mee. Mee met de mannen van 07. De vrouwen en de kinderen van de mannen van 07. Trots dat we waren, trots. En dan was het zaterdag, we hadden allemaal onze zondagse kleren aan. Allemaal. En als we dan helemaal binnen waren, dan kneep ik hier altijd tussenuit. Samen met Twan en met Alois. En dan gingen we daar achter, daar in die hal. Dan reden ze met van die heftrucjes, mocht ik achterop zitten, rondjes rijden, dat mocht ik. Of hier bij de silo's, die staan er nou niet meer, gingen we verstoppertjes spelen. Glibberen over de lopende band, daarachter. En het spannendste van allemaal, voetje voor voetje, over de richeltjes van de soepcontainers. Naar de leeg. Maar heel soms dan stonden ze klaar, dan stonden ze te wachten, leek het wel. Zo op een rand gevuld, wachtend op een deksel. Nou, heel stiekem, als niemand keek. Voetje voor voetje over de richtjes van de volle soepcontainers. Ik droomde maar één ding. Later een van de mannen van de 17 te worden. Ik droom een droom. Ik droom een droom. Doorpakken. Waar wij zijn daar.
mannen van de soep. Maar soms, heel soms, dan droom ik er nog wel eens van. Net als hij. Net als zij. Ik zou het graag hebben. Nou, maar niet kijken.